Kijker, u hebt zo pas de afronding kunnen zien van een toch wel indrukwekkend hoofdstuk uit onze reeks uitzendingen over de Tweede Wereldoorlog. En we vragen nog nagenoeg een uurtje uw aandacht om daarover na te praten. Om na te praten over de laatste drie uitzendingen die u kon zien in dit hoofdstuk over de politieke collaboratie. We doen dit vanavond natuurlijk met Maurice de Wilde en Etienne Vergooyen. Bij onze andere gasten is er om te beginnen iemand die er al bij was de vorige keer, dokter Albert de Jonge. Die ook al kent is dokter Intveld van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. En dan hebben we nog bij ons Frank Sebrechts, die een studie heeft geschreven over de D-vlag. En ook Bruno de Wever nog, die een boek heeft geschreven over Oostfronters, Vlamingen in het Vlaams Legioen en de Waffen-SS. Natuurlijk is dat militaire collaboratie, maar ik geloof dat in de loop van de uitzendingen over politieke collaboratie toch ook duidelijk geworden is dat de militaire collaboratie, die natuurlijk nog aan bod komt in een latere reeks, een van de elementen was in de, laten we maar zeggen, nefaste opbodspolitiek van sommige collaboratiebewegingen. Dr. Intveld, in het begin van de uitzending die we vanavond gezien hebben, leek voor mij duidelijk de, laat ik maar zeggen, tragiek tevoorschijn te komen van het VNV. Is het eigenlijk niet de tragedie van iedere collaborateur? Ik denk bijvoorbeeld ook aan de NSB in Nederland, die ongeveer in hetzelfde schuitje zat als het VNV. Maar is het niet de tragiek van iedere collaborateur dat hij uiteindelijk, wie er ook wint in het conflict, zijn beschermheer of niet, aan de verliezende kant zal staan? Ja, nee. Ik wil hier iets aan vooraf laten gaan, meneer Van Lophoek, en dat is dit. Wanneer men in de collaboratie van VNV in Vlaanderen, van NSB in Nederland, een zekere tragiek ziet, dan lijkt me dat juist. Maar die tragiek is er wel. Ik geloof niet dat ik het met u eens kon zijn als u zegt, elke collaboratie leidt tot verlies voor de collaborateur. Ik geloof dat er voorbeelden zijn te vinden in de geschiedenis dat de collaborateur op een gegeven moment de slimste is en met de buit wegloopt, om het maar heel populair uit te drukken. En soms pas na jaren en jaren. Ik ben ervan overtuigd overigens dat Elias en Mussert en de hunnen dat ook zo gezien hebben. Maar dat er factoren zijn geweest, waar ik nu niet verder op kan ingaan, die eigenlijk van meet af aan dit tot een illusie hebben gemaakt. En de tragiek ligt voor mij in de collaboratie, in het feit dat mensen die oprecht gemeend hebben hun vaderland te dienen, wat men ook verder van die ideologie mogen denken, wat men ook verder van hun opportunisme en hun blindheid voor de misdadigheid, de onmenselijkheid van die bezetten mogen denken. Het is tragisch dat deze mensen die zich voor hun vaderland inzetten, als verraders van het vaderland eindigen. Maar er was hier toch een belangrijk element ook. Indien de heer waarmee ze collaboreerden, dus Duitsland, overwon, dan was er nog de vraag aan welke kant ze bij die overwinnaar konden staan. En ik heb zo bijvoorbeeld de indruk dat de Grell dat het best nog gezien heeft, dat hij aan de kant van de SS moest staan, want dat aan de kant van de overwinnaar de SS ook de overwinnaar zou zijn. Is dat niet zo, dokter de Jong? Ja, dat is de grote troef geweest van de Grell, dat hij op het juiste ogenblik overgestapt is, en dat is dus in het voorjaar van 1943, naar de Duitse partij, waarvan ik dacht dat zij uiteindelijk na de Duitse overwinning ook het pleit zou winnen in Duitsland en meteen in de bezette gebied. En de Grell is ook de enige, laten we dit nooit vergeten, de enige politieke leider die nog een andere troef kon uitspelen, tegenover Hitler een zeer zware troef, dat hij als politiek leider op het front stond. Dat had de vlag niet. Van de Willy Fell gesproken van frontkameraadschap, ik vraag mij af welke. Dat had het VNV niet meer na de dood van Tollenaar. Frank Sebrechts, de mensen van de D-vlag hadden dus ook, in het geval van een Duitse overwinning, de kant van de overwinnaar in Duitsland gekozen.
Ja, was dat opportunisme? Of? Ja, de D-vlag heeft inderdaad gekozen voor Duitsland en voor een heel bepaald gedeelte dan van Duitsland, voor de SS. Dat is uiteraard een stuk politieke berekening, een groot stuk politieke berekening. Daar is volgens mij ook een ideologisch facet uiteraard ook aan. Een aantal mensen binnen de D-vlag zullen waarschijnlijk heel eerlijk gekozen hebben voor dat nationaal socialisme, heel overtuigd daarvoor gekozen hebben. Maar ze hebben duidelijk wel de sterkste troefkaart getrokken met de SS. Dat wel. Elias, in zijn strijd met de D-vlag die het moet afleggen. Maar eigenlijk durft hij een stap verder gaan dan Mussert. Laten we zeggen dat Mussert ook in 1943 beseft dat hij tegenover de SS in Nederland politiek uitgeteld is. Zoals het VNV politiek uitgeteld is. Maar Elias durft wel bijvoorbeeld de werving voor de Waffen-SS opzeggen. Wat Mussert nooit gedaan heeft. Nee. Heeft met de gedachte gespeeld, maar heeft nooit wat Elias, naar ik begrepen heb, dus gedaan heeft aan de hogere NSB-functionarissen formeel gevraagd, zullen wij er helemaal mee ophouden? Daartoe is Mussert eigenlijk nooit gekomen. Het is opvallend dat de crisis in het VNV in zijn dieptepunt samenvalt met de crisis in de NSB. Maar wat gebeurt kort daarop, mede op grond van allerlei andere verwikkelingen die ik even terzijde laat, Mussert wil met Hitler spreken, dat lukt hem niet, hij spreekt met Himmler. En na dat gesprek met Himmler, waarin naar mijn overtuiging, dat heb ik u wel eens een keer gezegd, meer van Opbroeken, Himmler er zelfs in slaagt om Mussert zelfs een beetje innerlijk te overtuigen, daarna zien we eigenlijk Mussert meer in het SS-kamp terechtkomen, nooit helemaal uiteraard, maar meer dan in de voorafgaande jaren, zo in de herfst van 1943, dan daarvoor. Dat is een opmerkelijk verschijnsel. Kan ik alleen maar verklaren door te zeggen, hij zag geen weg terug. Zijn anti-Duitse houding, zijn anti-SS-houding had hem in wezen geen enkel gewin gebracht. Maar voor het VNV was er dus eigenlijk toch ook geen weg terug. Er was een weg terug in deze zin dat men kon kiezen voor en blijkbaar toch overwogen heeft op bepaalde momenten om de collaboratie definitief stop te zetten. Met alle kwalijke gevolgen van dien die er konden zijn voor de mensen, vooral uit de basis van de collaboratiebewegingen. Dat is de enige weg terug, geloof ik. Er is geen... Ja, u zegt uit de basis, maar we hebben in het programma gehoord dat eigenlijk de bekommernis van Elias wel naar de Oostfronters uitging, ik kan dat de basis noemen, maar ook naar de ambtenaren die het VNV had. Ja, die vaak ook uit de basis kwamen. Hè. Ik heb het niet alleen over topambtenaren, maar ook burgemeesters van kleine gemeenten, schepenen, gemeentesecretarissen enzovoort. Zijn mensen die meestal uit de Vlaams nationale traditie kwamen van voor de oorlog, die positie niet hadden voor de oorlog en ze juist verworven hadden door de gewijzigde oorlogsomstandigheden, om het kuis uit te drukken. Nu, als men deze mensen plots laat vallen, dan laat men meteen ook een stuk van de eigen traditie, van de eigen politieke dynamiek van de beweging die er was voor de oorlog vallen. En dat is een zeer moeilijke beslissing. Maar ik wou nog iets zeggen over de crisis in het VNV en de vergelijking met NSB. Ik denk dat het voor Elias politiek noodzakelijk was om verder te gaan dan Mussert gegaan is. Namelijk omdat het VNV buiten zijn eigen rangen een concurrent had. En dat het voor Elias levensnoodzaak was voor zijn eigen beweging om zich af te zetten tegen de concurrent. En dat afzetten gebeurt onder meer door het stopzetten van de actieve werving voor de Oostfront of voor de Waffen-SS. Gebeurt door opnieuw Dietse accenten te gaan leggen, die men veel minder legde onder de Klerk. En gebeurt eigenlijk ook, in die zin zou men kunnen zeggen dat het optreden van de D-vlag-SS een soort correctief is geweest voor het VNV. Ook een soort, waardoor het VNV geneigd was om opnieuw aan herbronning te gaan doen. Ik weet wel, de mensen van Nederland 1 zullen zeggen nu, die herbronning bij het VNV was toch maar heel flauw en wij wilden eigenlijk veel verder gaan, wat juist is. Maar ik denk dat de Dietse accenten die Elias legt, en trouwens Reder en Himmler merken dat ook op, dat hoe meer het VNV tegenstand krijgt van
Duitse zijde, hoe meer het opnieuw Dietse accenten gaat leggen die het de eerste bezettingsjaren niet heeft gelegd. Nou, meneer Verhoeyen, mag ik het accent iets anders leggen? Ik ben het met u eens. Elias is verder gegaan dan Mussert. Maar ik geloof niet dat de oorzaak daarvan is het feit dat de Vlaamse SS buiten de NSB stond en de Nederlandse SS binnen de NSB. Ze hebben in wezen precies dezelfde functie vervuld. Ik denk dat het er veel eerder aan ligt dat het Vlaamse nationalisme anders was, heftiger van aard dan het Nederlands nationalisme. Eigenlijk onvergelijkbaar. Het is ook een ander nationalisme. Het nationalisme van de NSB is eigenlijk toch nog een soort staatsnationalisme. Ja. Terwijl het Vlaams nationalisme is een volksnationalisme, in negatieve termen uitgedrukt een anti-staatsnationalisme, althans anti-Belgische staatsnationalisme. Ja, dat, dat is nu is het toch ook, mogen we dat toch niet onderschatten, dit aspect. Vanzelfsprekend waren daar de Oostfronters die uit het VNV waren gekomen, of laten we zeggen VNV sympathiek stonden. Er waren inderdaad de burgemeesters en de schepenen, er waren diegenen die in allerhande organisaties hun plaats hadden gevonden, denk maar eens aan de Rijkswacht ook, hè, en ook de Rijksdepartementen. Maar ik dacht dat dat toch ook nog een ander aspect was, en dat is dat het altijd voor iedereen, niet alleen voor Elias, maar dat het voor iedereen zeer moeilijk is, om niet te zeggen onmogelijk, om op zijn stappen terug te keren. Dat is het moeilijkste in het leven. Men zit op een trein en die trein rijdt voort. Hè. En het is levensgevaarlijk van die trein af te springen. In dit geval zou dat betekend hebben, wanneer men zou afstand genomen, radicaal afstand genomen van de collaboratie, zou dat willen betekenen hebben dat Elias zou toegegeven hebben, bekend hebben, dat het VNV een verkeerde weg had gevolgd. Ja, en dat wordt zo moeilijk om te doen, maar dan tegenover de volgelingen. Ik zou even bij dat beeld van die trein willen blijven. In een van de programma's zegt Robert Verbeelen, het VNV heeft de goede trein gemist. Ja, maar zat op de trein van de collaboratie, hè? Ja, maar zeer duidelijk. Hè? Excuseer, er is niet, een, volgens mij, wat Verbeelen zegt, is niet juist. Want er waren twee treinen. Er was een trein die het eerst in beweging gegaan was, het VNV van in juni al. En dan is er opzettelijk, door de opperste leiding van de SS, bij monde van Berger, een andere trein ingezet, die niet alleen parallel liep, maar die in tegenovergestelde richting liep. En de ruzie die ontstaan is, de tegenstrijd en de vijandschap die ontstaan is, is geweld. En is niet geweld door het VNV wel te verstaan. Is geweld door de andere zijde. Wat heeft Berger gezegd? Hier scheiden de wegen, hier gaan de wegen uiteen, en het VNV zal naar onze koers marcheren of verdwijnen. Trouwens, dat die Dietse strekking, als ik mag, die zich heeft voorgedaan in het VNV, die Dietse strekking was dan toch een strekking op het ogenblik dat ze zich voordeed, niet waar, 43, 44, was toch een strekking die door een minderheid werd aangekleefd. Hè. Dat was zeker niet de strekking die vertoond werd door de VNV-leiding op dat ogenblik, dat was niet te doen. Ik vind dat de VNV-leiding zich nogal strak heeft gehouden aan dat verbod dat opgelegd is geweest door de Duitsers. Ik vind dat ze zich daar veel te gemakkelijk heeft bij neergelegd. Waarschijnlijk om goed te staan tegenover de bezetter. Ja, het is niet alleen het VNV dat zich daar gemakkelijk bij neergelegd heeft. Ja, maar ook het VNV had het in zijn programma staan. Hè? Ook de NSB in Nederland. Maar we kunnen daar straks even op terugkomen. Bruno de Wever. Ja, het VNV gedraagt zich eigenlijk gedurende heel de bezetting zeer loyaal in feite. Men kan in dat verwijten zeggen, gedragen zich veel te loyaal. En als meneer Verbeelen zegt, loyaal ten opzichte van de Duitse politiek, ze hadden veel stouter moeten zijn. En als meneer Verbeelen beweert dat het VNV veel beter die SS zelf georganiseerd had, dan gaat hij totaal voorbij aan het engagementsmotief van die collaboratie van het VNV. De SS zelf oprichten, allemaal goed en wel, maar achter die SS zat een idee, namelijk de SS-idee. De Anschluss van Vlaanderen bij het Rijk. En bovendien kunnen we ons de vraag stellen of het dan het VNV zoveel beter zou gegaan hebben, zoals Verbeelen zegt. Ik heb hier een klein tekstje klaar, het is enkele regels slechts, die Peters geschreven heeft, Peters van Volk in Staat, toen hij Mussert bezocht in Nederland, en waarin hij dus de toestand, de crisis in het VNV aan Mussert uiteenzet. En Mussert zegt, na de uiteenzetting door mij van de toestand in Vlaanderen, zegt Peters, vindt Mussert deze veel gunstiger dan in Noord-Nederland. Want doordat de SS en de annexionistische stroming in de NSB zelf aanwezig zijn, sticht dit verwarring bij de leden.
Wanneer hij, Mussert dus, de annexionisten bestrijdt, snijdt hij in eigen vlees. Ik denk dat het een zeer goede analyse is. Ja, het heeft natuurlijk in wezen helemaal geen verschil gemaakt of die SS buiten of binnen de NSB, CQ, VNV is opgericht. Maar ik wou nog even zeggen, we praten hier over nuances. Alleen maar nuances en niet meer dan dat. Binnen het enge, zeer enge raam van de mogelijkheden voor de collaboratie. Mussert had gelijk, maar het was meteen zijn eigen schuld. Elias is veel meer outspoken geweest. Veel duidelijker in zijn Dietse uitspraken en in zijn houding tegenover de Duitse autoriteiten dan Mussert. Mussert heeft, we hebben het er net gezien, nooit die echt openlijk die werving voor de Waffen-SS durven stopzetten. En Mussert heeft nooit, en dat heeft Elias wel gedaan, zijn twijfel aan het woord van de Führer durven uiten. Heeft het zelfs niet durven denken. In oktober 43 heeft Elias aan twee vertegenwoordigers van de SD, dus de politieke dienst van de Sicherheitspolizei, uitdrukkelijk durven zeggen, het is de vraag of de Führer werkelijk de Führer is. Ja. En of de politiek die hier gevoerd wordt de politiek van de Führer is of de politiek van Himmler. En ik dacht dat hij de 44 nog een keer gezegd dus heeft. Dus hier in Brussel heeft hij dat dan aan Pleijs en Humits. Ja. Dat zijn de twee vertegenwoordigers van de Sicherheitsdienst. Dus de politieke dienst van de Sicherheitspolizei. Maar is het niet zo, dokter De Jonge, dat Himmler-politiek Hitler-politiek was? Natuurlijk, er is volgens mij niet de minste twijfel aan dat de politiek van Himmler ook de politiek van Hitler is, al was maar om de eenvoudige reden. Ten eerste, Himmler is nummer 2 en is niet nummer 1. En in de geschiedenis van de niet-benoeming van een EURSS en politievuur in België zien we heel goed dat Hitler nummer 1 is en dat Himmler niets kan zonder toelating van Hitler. Maar er is veel meer. Dr. In 't Velde heeft in zijn inleiding tot zijn monumentale bronnenpublicatie heel goed uiteengezet. Himmler is niet alleen chef van de Duitse politie, maar hij is ook als Rijksführer SS en hij is ook gevolmachtigde van de partij voor volksdomsvragen. Dus de politiek door Himmler gevoerd in zaken volksdom, dus etnische vraagstukken enzovoort, is gedekt door Hitler. Trouwens, er gebeurt niets door Himmler dat niet gedekt is door Hitler. Want de Himmler-politiek, Berger heeft het zeer duidelijk gezegd in een ondervraging door Zwart vanuit het Rijksinstituut. Die Himmler-politiek was immer Führer-politiek. Ik geloof dat daar niet de minste twijfel aan is. Want men discussieert dikwijls over de vraag waarom treedt Elias niet terug uit die collaboratie. Wel, de eerste keer eigenlijk dat hij alle reden had om terug te treden, dat is juist in augustus 1942, als ik me niet vergis, als Himmler officieel zijn vertegenwoordiger maakt voor de buitenlandse politiek. Dus Vlaanderen, of het VNV, zou over de toekomst van Vlaanderen in de toekomst moeten gaan discussiëren met wie? Met de aartsvijand SS. Dus ik vraag mij af wat Elias bezield heeft om dan nog door te gaan. Het is dan nog staffelklerk, excuseer. Die aanordening waarop de aanordening van 1942 is niet zo publiek gemaakt, hoor. Dat is geen publieke daad. Dat is iets intern, waardoor Himmler dus de toelating kreeg, of de bevoegdheid kreeg, in alle bezette Germaanse gebieden. Finland inbegrepen, van Noord-Europa dus tot en met België, de onderhandelingen te voeren met de Germaanse ingezetenen. Maar de aanleiding, de eerste aanleiding volgens mij, die Elias kreeg, om inderdaad te breken met de collaboratie, is de 14 augustus 1942. En men heeft al juist gezegd, daar zijn als een soort hijzelaars de Oostfrontstrijders. Maar wat stel ik vast? We zitten hier toch om de zaken ronduit en openhartig te bespreken. Elias heeft de collaboratie opgegeven op een veel gevaarlijker moment voor de Oostfrontstrijders. En dat is in september 44. En die waren er toen ook. Overigens. En ik mag geen oordeel vellen, maar het is gemakkelijk sturen aan wal. Maar de toestand zou inderdaad veel zuiverder geweest zijn. En Elias stond daar alleen. Hij had, zoals men in West-Vlaanderen noemt, kind nog kraai. En zoals Kallewaard gezegd heeft, hij kon er desnoods voor in de gevangenis gaan. En de toestand zou veel zuiverder geweest zijn. Ik weet wel, we zeggen dat nu jaren nadien. Maar de toestand zou veel zuiverder geweest zijn. Hoe is dus schluss damit? Eigenlijk is de tragiek geweest van het VNV, en in de eerste plaats dan van de VNV-leiding, dat is dat men reeds tijdens de oorlog heeft vastgesteld, uitgemaakt, dat men het pleit verloren had reeds tijdens de bezetting. Niet erna, maar reeds. Men heeft dat zeer duidelijk aangevoeld, dat men eigenlijk niet meer uiteindelijk van de kaart
zou geveegd worden. Hè. Trouwens, het optreden van Elias na september in 1944, ja, in Duitsland is ook duidelijk. Hè. Hij heeft de collaboratie, daar heeft hij de collaboratie stopgezet, maar toen was het te laat. Hè. In 1942, meneer de Wilde, kan men nog twijfelen. Zomer 1942 kan men nog twijfelen. De oorlog is nog in balans. Maar na Stalingrad 1943 kan men niet meer twijfelen. En hier is nog in een van die uitzendingen het woord opportunisme gevallen. Wel, ik vind de grootste kwaliteit van een politicus, dat is opportunisme. Dat kan cynisch lijken, maar op een zeker ogenblik moet men redden. En wanneer men in een zinkende boot zit, moet men de moed hebben eruit te stappen. Dat is waar. Maar dat is geen verraad. Je kunt, dat is redding. Het VNV heeft dat voor een stuk uit opportunisme gaan werven voor Duitse diensten, laten we nu maar zeggen, voor het Oostfront. Het VNV kan nadien uit opportunisme zich terugtrekken, maar die Oostfronters die hebben nooit de kans gehad om zich terug te trekken. En men spreekt hier altijd over die Oostfronters, over die, laten we zeggen, zeer geringe, zeer gering in aantal Vlaamse legioensoldaten en waffen-SS, maar we spreken al te weinig over al die duizenden NSKK'ers en OT'ers, die eigenlijk numeriek veel belangrijker zijn. Het Vlaamse legioen, god, heeft nooit meer dan 1000 mensen geteld. Er zijn tot september 1944, bij mijn schatting, ik denk dat die ongeveer correct is, 6000 mensen die zich aangemeld hebben voor Waffen-SS en Vlaams Legioen. Dat is eigenlijk zeer gering als we daartegenover al die andere bewegingen zien. Ook de Vlaamse Wachtbrigade, die nadien ook met hun eet aan de vuur geklonken worden. Dat zijn duizenden en duizenden mensen die niet meer van de boot kunnen of van de trein kunnen springen. Goed, maar daar zal ik op antwoorden. Zitten volop in die hypothese. Denkt u nu eens dat Elias de collaboratie had opgegeven? Denkt u dat de Duitsers zoveel tijd zouden hebben gehad met al de moeilijkheden op het front om al die mensen die in de NSKK en de OT enzovoort zaten binnen te draaien? Dat geloof ik niet. Ik denk nee, dat maar andere zorgen die waren voortgegaan. Ik denk dat de Oostfronters waren voortgegaan in de strijd. Die zaten tenslotte toch in hun militaire, paramilitaire organisatie. Ik kan me niet voorstellen dat Duitsland, waar de politie al zo zwak was in de bezette gebieden, dat Duitsland zo de kracht hebben gehad om al die mensen op te pakken en in de gevangenis te draaien. Want dus, ze hadden die mensen trouwens, nodig. Wat effect zou dat gehad hebben in het bezette land? Het is trouwens de vraag om het bij de Oostfronters nog even te houden, wat Jan Brandst in het programma zegt. Ja. Die waren toch al volledig in handen van de SS en de Duitsers. Ja, natuurlijk. Ze waren niet in een apart legioentje, ze waren niet in een apart legioentje, maar opgenomen. Opgenomen. En zij werden daar volledig geïndoctrineerd met de SS-gedachte, wat ook oud-Oostfronters er mogen van zeggen. Als het VNV eigenlijk geworven heeft voor de Waffen-SS en voor het Vlaamse legioen, en als toen bleek dat legioen in de Waffen-SS terechtkwam, wel nu, dan hebben zij, om in termen van die periode te spreken, het beste van hun eigen beweging verkwanseld aan de tegenstrever. En dat is zeer duidelijk. Die indoctrinatie die is aanwezig, die wordt planmatig gevoerd. En het is weer vooral weer diezelfde Berger die daarachter zit, die verantwoordelijk is voor de politieke vorming van die vrijwilligers. En die zegt dat trouwens herhaaldelijk. Het is met die vrijwilligers dat we het volk moeten winnen. Dus hij denkt er niet aan om dat Vlaamse legioen zich te laten ontpoppen tot een soort Vlaams legertje. Nee. Hij moet die mensen hebben om wat te zijn, om de toekomstige leiders van Vlaanderen te zijn. Welke leiders? De leiders van de annexionistische beweging. En dat staat herhaaldelijk geschreven door Berger. Men moet trouwens Berger voornamelijk lezen in zijn uitlatingen naar zijn eigen diensten toe. Niet zozeer naar buiten, maar naar zijn eigen diensten. Dan spreekt hij tot in 1945, en ik kan dat bewijzen met documenten, over Groot-Duitsland en niet over Groot Germanië of zoiets. De twee worden samengebruikt. Hè? Ja. Groot-Germaan zijn Groot-Duitsers. Maar voor zijn eigen diensten spreekt hij voornamelijk over Groot-Duitsland. Berger. Ik dacht dat tijdens de jongste programma's de Grille er hoegenaamd geen doekjes aan rondgedraaid heeft. Hè? Dat namelijk de inschakeling van het Waals legioen een louter middel is geweest om op politiek vlak er te geraken. De Grille heeft dan dat voordeel dat hij op meer dan één ogenblik dan ook nog eens openhartig is. Maar meent je nu niet, Bruno de Wever, dat ook bij het VNV, ook in Vlaanderen, en dat is zeer pijnlijk, dacht ik, voor die Oostfronten, achteraf gezien, ze moeten vaststellen dat ook zij gediend hebben eigenlijk als een middel om er politiek bovenop te geraken in de opbodpolitiek tegenover de anderen. Dat moet zeer pijnlijk zijn voor die Oostfronters. Ja, en dat is ook hier zeer pijnlijk. Als zij bijvoorbeeld verplicht worden in november 1943, die Vlaamse legioensoldaten, dan,
de SS-eed af te leggen, want er was dus een verschil tussen legioen-eed en SS-eed, waar ik nu niet verder op kan ingaan. Dan stuurde zij een soort verlofganger, een soort gezant naar Elias. En ze laten vragen, ik heb het dan over dus de harde VNV-kern in dat Vlaamse legioen, die zichzelf ook rebellen noemen, het woord is in de uitzending herhaaldelijk naar voren gekomen. En zij vragen aan Elias, moeten wij die eed afleggen, ja of nee? En Elias zegt aan de gezant die teruggestuurd wordt, ja, leg die eed af, wat kan ik in godsnaam nog doen? Zij, en dat schetst dan de mentaliteit van die Vlaamse legioensoldaten, zij geloven die gezant niet. Ze zeggen dat kan niet, wat zegt die vent? En ze hebben die voor de rest van de oorlog gewantrouwd. Tot dan na de oorlog, Elias inderdaad toegeeft, ten aanzien van die vroegere rebellen, ja, inderdaad, ik heb dat gezegd, wat kon ik anders doen? Hoewel hij, en dat moet ik erbij zeggen, Elias dat ontkent in zijn proces nadien. Dan zegt hij dat hij nooit aan die legioensoldaten geboden heeft om de eed af te leggen, maar dat heeft hij wel gedaan. Het is proces. Wel, natuurlijk, ja, het is begrijpelijk ook. Hè. Het is begrijpelijk. Maar ik denk dat we die stopzetting van die werving toch enigszins moeten relativeren. Precies. Want naar buitenuit, zou ik zeggen, tegenover de Duitsers, stelt hij stopzetting, maar hij laat dan toch nog verder toe. Niet zo in het openbaar, niet zo algemeen, maar hij laat die werving toch nog verder toe. En we mogen toch zeker niet vergeten dat hij dan besloten heeft om ook nog te werven voor de marine. Nou, ja. Werven voor de marine op dat ogenblik, betekende toch dat Vlamingen veel meer kans hadden om tegenover andere Vlamingen of Belgen te komen te staan dan zelfs aan het oostfront het geval was. Dus we moeten dat toch relativeren. Hè? Het is niet zo radicaal. En er is bovendien ook nog dat hij zich vierkant achter de verplichte arbeidsdienst in Duitsland zet. Bijvoorbeeld, ja. En bovendien, ja. Berger is er als de kippen bij, als die werving voor de kriegsmarine begint, om te zeggen, ho, wij moeten die vrijwilligers politisch in handen hebben. En het zijn SS'ers. Ja, dat blijkt uit de documenten in verband met die kriegsmarine. Het zijn dus opnieuw in Zenheim, het zijn SS-politische vuurders die opnieuw binnen de kriegsmarine die vrijwilligers in hand moeten hebben. Althans, dat is het plan van Berger. Ik zeg niet dat het in de praktijk zo is geweest. Een kleine onderbreking wat betreft de kriegsmarine was niet voorzien varend personeel. Hè? Het was marine-infanterie. Het was niet voorzien. Ja, maar het gaat erom dat de SS opnieuw, wat Elias ook probeert, het is opnieuw de SS die eigenlijk aan het langste eind trekt. Mag ik er even aan toevoegen dat die werving voor de Waffen-SS, die hebben zowel Elias als Mussert op een gegeven moment na aarzeling goedgekeurd toen er nog geen strijd met de Sovjet-Unie was. Laten we dat vooral niet vergeten. Mm-hmm. Ik wou toch nog even één opmerking maken, die kan ik eigenlijk niet laten passeren. Ik geloof toch wel dat meneer De Wilde een beetje gelijk heeft met die trein. Ik vind het praten over een radicale ommezwaai van de NSB, van het VNV, van de Duitsers af, terug naar het volk. Eigenlijk een illusie, een onmogelijkheid. Er is nog altijd iets zo in het menselijk bestaan in de geschiedenis als een ideologisch commitment, waar men niet van af kan. Wanneer men jarenlang voor de zaak gestreden heeft, wanneer men op een bepaald spoor is gezeten, dan is het eigenlijk psychologisch, maar ook met het oog op de achterban eigenlijk volkomen onmogelijk om daar ineens een streep achter te zetten en een geweldige ommezwaai maken. Ik geloof dat Elias en Mussert het hebben geprobeerd. Maar je kan eigenlijk zeggen, het is verwonderlijk dat ze zover zijn gegaan. Men kan zich niet van zijn verleden losmaken. Wanneer men zich tot het nationaalsocialisme en tot de Führer bekent, wat die mensen lang hebben gedaan, dan is er ook in 1943, ook na alle teleurstellingen, geen weg meer terug, geloof ik. Nou, bij de vele interviews is gebleken hoeveel van de mensen die in de collaboratie stonden, en ik zou zeggen voornamelijk diegenen die dicht bij het VNV stonden, hoe zij telkens uitdrukking geven aan hun sterke overtuiging dat er nog een vrede door compromis tot stand zou komen. Dat is iets dat mij opvalt. Het geloof in die vrede door compromis, wat ik onmogelijk heb die tijd meegemaakt. Ik kon me niet voorstellen dat er toen nog een zulke draai in de gebeurtenissen zou komen dat men samen zou gaan optrekken. Nee, maar ofwel aan vrede door compromis bereiken, ofwel samen optrekken tegen de Russen. Hoewel de mensen uit de collaboratie daar zo sterk in geloven, voor hen staat dat praktisch vast, dat men werkelijk tot het einde heeft gemeend van samen
met de geallieerden, de westerse geallieerden tegen de Russen te trekken. Het is meer nu, een naoorlogsinterpretatie. Ja. Maar ik zou dat citaat uit het programma van vanavond van Lode Klaas eventjes willen voorleggen aan de vier historici. Lode Klaas zegt daar, vrede door vergelijk, wapenstilstand. Hij nuanceert even het woord vrede. Wapenstilstand door vergelijk was mogelijk en een historicus zou dit niet mogen uitsluiten. Deze mogelijkheid, mag ik dat even voorleggen? Ja, ik geloof niet dat militair mogelijk was, maar stel u toch voor. De gemoederen in de twee kampen zijn opgehetst. Denk aan de verklaring van Casablanca. Dat was unconditional surrender. En dat men dan ineens de publieke opinie zou moeten voorbereiden op een vrede door vergelijk. Ten tweede, wat in de verdedigers van de derde hypothese zo dikwijls gezegd wordt, wij zouden hier dan in die tussenperiode, tussen de landing van de geallieerden en het terugtrekken van de Duitsers, in dat vacuüm, dat militaire vacuüm, zo zouden we worden. Maar geen mensen zouden dan denken van geallieerde zijde om dat vacuüm leeg te laten. Zij zouden toch hier onmiddellijk zijn. Ten derde, denkt u dat een verzetsman bereid zou geweest zijn in die periode, dat, ik zal niet zeggen, interbellum in die periode van wapenstilstand, samen met vroeger collaborateurs de vrede te handhaven. Dat zijn wensbeelden en ook militaire ondingen. Ik zeg wel militaire ondingen. Ook zaken als de wegvoeringen, de opeisingen enzovoort, die kunnen toch moeilijk gecamoufleerd worden binnen, met die vrede enzovoort. Dat kan toch niet dat daar duizenden en tienduizenden mensen die daardoor getroffen zijn, dat die dan plots zeggen van ja goed, het is vrede, we zullen dat dan maar allemaal gaan vergeten. Ik denk niet dat het mogelijk was. Nou ja, maar die waren weggevoerd, hè. Nee, maar de familieleden ervan. Die interpretatie van de derde hypothese, ja, is iets dat na de oorlog doorgebroken is. Ik denk niet dat dat een rol gespeeld heeft in oorlogstijd zelf. Ik denk veel meer dat de collaborateurs gehoopt hebben in stilte die geheime wapens. Ja, maar daar hebben ze het, ik bedoel, daar hebben ze het in de laatste periode van de bezetting wel over gehad, hè? Oh ja, dat in het openbaar zeker niet. Dat is volgens mij duidelijk. In Nederland ook. Hoeveel keren krijg ik niet vast te stellen hoe sterk zij toen hebben geloofd aan die geheime wapens. Dat is iets anders. Als ik vraag, wat zijn dan die geheime wapens, niet waar, dan krijg ik altijd verschillende antwoorden. Voor de ene was dat de V1, voor de andere is dat V2, zelfs een V3. Anderen spreken zelfs van een atoombom waar de Duitsers dichtbij gestaan hebben. Dat was een mythe geworden, niet waar? Geheime wapens, die gingen het nog oplossen. Hoewel niemand precies wist van degene die erin stond, wat die geheime wapens dan werkelijk zouden geweest zijn. Maar ik ben akkoord, dokter De Jonge, dat u zegt, zij namen hun wensen voor werkelijkheid. Het was inderdaad het enige middel om er nog tussenuit te geraken. Maar dat men er aan gedacht heeft, en wellicht ook naar gestreefd heeft, naar dat tot stand zou komen, een vrede door compromis, dat is voor mij duidelijk, hoor, dat ze daar wel aan gedacht hebben. Ook aan de leiding. Ja. Niet borg voor wat de mensen gedacht hebben toen, in elk geval, maar objectief beschouwd, u noemt het is onrealistisch. Dat ondenkbaar. U noemt het onrealistisch. Ja, ondenkbaar. Maar dat wil niet zeggen dat het zich niet voorgedaan heeft. Hè. Het VNV heeft zeer dikwijls blijk gegeven van onrealistische instellingen, en van romantische instellingen meer dan eens. Wat u zegt is misschien wel in gesprekken onderling, dat kan. Maar in wat u noemt verklaringen in openbaar, dat is uitgesloten. Hè? Misschien heeft men dat in kleine kring gedacht. Ja, maar en heeft de man als erom gezegd. Bij de leiding ook, hè. Maar het was natuurlijk uitgesloten, want men kon toch niet in het publiek gaan verklaren dat men twijfelde aan de totale overwinning van Duitsland. Het is niet te vergelijken met de tijd van Napoleon in Oostenrijk bijvoorbeeld. Hè? Dat Napoleon een wapenstilstand kreeg voor 6 weken, voor 8 weken. En dat hij dan zich opnieuw bewapende enzovoort. De strijd was zodanig toegespitst, ideologisch, aan weerszijden, dat geen van weerskanten wilde toegeven. Hè? Waar die derde hypothese in ieder geval helemaal niet, of toch heel weinig geleefd heeft, dat is bij de vele vrijwilligers aan het front. Want daar zat men werkelijk in de utopie. Daar denk ik dat heel veel van hen werkelijk tot het laatste moment geloofd hebben dat Duitsland de oorlog zou winnen. En daaruit blijkt dan weer eens hoe die propaganda op een geïsoleerde groep mensen enorme impact kan hebben. Er zijn daar vrijwilligers die mij verklaarden, kijk, mijn frang is eigenlijk maar gevallen als de Amerikanen over de Rijn gekomen zijn, dat het met Duitsland gedaan was. Wij konden dat niet geloven, het was onmogelijk voor ons.
En dus ook zij hebben geloofd in de geheime wapens. Ook, ja, ja, zeer sterk. Oh, ja. Zeer sterk. Ja, ja. Er zijn meer van Nederlandse vrijwilligers. Er zijn meer er wel stemmen bekend van mensen die denken, nou, het komt wel tot een compromis. Ja. Hè, mede oh, ja. onder een beetje anti-Duitse stemming onder de vrijwilligers. Want hoera, we hopen dat Engeland wint, staat in een brief van een Oostfront-vrijwilliger. Ja, natuurlijk was het een illusie geboren uit psychologische noodzaak. Maar ik weet dat in de kring van Voorhoeven en de zijnen, de propagandaleider van de NSB, er wel degelijk gedacht is om aan een compromis vrede. En dat Voorhoeven zelfs zijn best heeft gedaan om contacten met Engeland te bereiken. Daar is natuurlijk helemaal niets van terechtgekomen. Gedachten leefden wel. Ja, ook in die kleine groep VNV-vrijwilligers leefde natuurlijk ook die idee trouwens. Voor hen moest Duitsland de oorlog niet meer per se winnen. Voor sommigen niet, nee. Nee, er zijn er bij geweest die tot het eind, juist de harde SS-kern zou ik zeggen, die tot het eind hebben geloofd, Duitsland zal toch nog winnen. Maar er zijn anderen geweest, ja. Voor sommige kijkers zal het vanavond toch wel onthutsend overgekomen zijn, dat in het geval van deze derde hypothese en van een bewaren van de orde in een vacuüm, dat bepaalde kringen in België dachten daar een rol toe te bedelen aan het VNV. Ik denk dat dat wel een onthutsende zaak zal zijn. Verwijst naar de zaak van Carton. Precies, ja. Ja. Nou, wij hadden zeer sterk gehoopt hè, om Piet Wijndalen, om hem met name te noemen, ons een interview zou toegestaan hebben. Ik moet wel zeggen dat wij van politieke zijde in het VNV geen respons hebben gekregen in de zin dat men een tv-interview toestond. Hè. Ik heb reeds vroeger uiting gegeven aan mijn ontgoocheling dat bijvoorbeeld de algemene secretaris van het VNV niet is ingegaan op dat verzoek. En het is te opvallend, nietwaar? Het is te opvallend dat diegenen die in het VNV stonden van politieke zijde, dat die allen geweigerd hebben. Ik spreek op dit ogenblik van de algemene secretaris, ik spreek ook van Karel Lambrechts en van Piet Wijndalen. Terwijl we aan de andere kant vaststellen, hè, en waaruit we ook een aantal conclusies halen, dat die Oostfronters die toen ter tijd hè, de kastanjes uit het vuur hebben gehaald, dat die dat nu op dit ogenblik opnieuw doen. En dat opnieuw die politieke leiders het niet willen doen, en zij wel. Nou, Piet Wijndalen heeft dat ons ook nog, we hebben wel verschillende gesprekken met hem gevoerd, daartoe was hij wel bereid, en heeft hij ons dat ook nog eens bevestigd, dat het inderdaad, dat die contacten genomen zijn, waarop dan vanzelfsprekend het VNV, ik zou zeggen, is ingegaan. Hè? Dat ligt nogal voor de hand, dat ze op dat moment er zouden op ingaan. Want dat was ook, bijna, ik zou zeggen, bijna een strohalm. Hè? Ik kan mij voorstellen dat toen ter tijd de leiding en de volgelingen van het VNV elke reddingsboei hebben willen aangrijpen die ze konden bereiken. Hè? Omdat zij goed genoeg wisten, en ik meen dat ook, dat wanneer de Duitsers de oorlog zouden gewonnen hebben, dat ook de VNV'ers inderdaad niet meer aan bod zouden gekomen zijn. En dat er een aantal VNV'ers zelfs gevaar zouden gelopen hebben vanwege de Duitsers. En ze hebben praktisch elke reddingsboei, elke strohalm aangegrepen die ze konden grijpen. En in dat licht gezien verklaar ik mij dat. Ja, meneer De Wilde zei daar dat opnieuw de kleine man eigenlijk de kastanjes uit het vuur mag halen. Dat is inderdaad zo. Zij hebben destijds, denk ik, een engagementsmotief gehad en daar ronduit vooruit gekomen. Kunnen het ook nu nog. Maar ja, die VNV-leiding zelf, wat voor boodschap heeft die eigenlijk te brengen aan die vroegere medestanders? Eigenlijk alleen die boodschap dat zij, ja, niet de moed of, ik weet niet hoe ik het zal noemen, in ieder geval niet... Verantwoordelijkheid. Niet, ik weet het niet. Er zat daar veel meer aan vast, hè, want... Wat had dat geworden, moest het VNV inderdaad uit de collaboratie gestapt zijn? Voor al die kleine 50% van de burgemeesters bijvoorbeeld waren VNV'ers. En dan is in de uitzending gezegd van ja, laten we dan al die, ik denk dat Jan Brands het zei, laten we dan al die mensen persoonlijk voor zichzelf beslissen. Het is een merkwaardige houding voor een autoritaire beweging, denk ik. De leiding zegt, we weten het niet meer, beslis nu maar zelf. Ja. Nee, ik denk de grote verantwoordelijkheid ligt bij de top, staat de klerk. Is de grote verantwoordelijke die de collaboratie is ingestapt. En Elias die niet de moed heeft gehad, denk ik, om te zeggen, nee, stop,
We doen niet meer mee. Meneer De Wever, ik zou dat woord niet durven gebruiken, de moed niet heeft gehad. Ik denk veeleer dat hij de moed heeft gehad de opvolging, de zware opvolging van de klerk te aanvaarden, ja, wetend dat het een verloren zaak was. Inderdaad, ik heb wil dat graag wel corrigeren. Dat je dat woord gebruikt, dat hij de moed niet heeft gehad. Hij heeft wel de moed gehad dat te aanvaarden. En ik zou zijn tragisch leven niet willen gedeeld hebben. De laatste twee jaren van de oorlog. Want ik wil er als correctief aan toevoegen. Hij heeft, zoals we in het begin van het debat gezegd hebben, wel de moed gehad om te breken met de SS. Dus ik twijfel niet aan het feit dat hij een man was die zijn verantwoordelijkheden durf dragen. Maar was een concurrent, de SS, hè? Pas op. Hè. Dat is gemakkelijker, te breken met een concurrent. Hè? Ja. Ja, misschien wel, maar aan de andere kant is wat meneer de Jonge zegt toch zeker ook waar. Dat als Elias die erfenis aangeboden gekregen heeft, hij op dat moment al wist dat die erfenis belast was en beladen was. Hij had evengoed kunnen zeggen van kijk, ik blijf mooi burgemeester van Gent en dat iemand anders het maar doet. Hij heeft het gedaan en hij heeft het op zijn manier gedaan en ja, kijk. Elias is dus een soort kruisdrager geweest. Nee, dat gaat me toch een beetje te ver. Dat gaat me inderdaad werkelijk te ver. Ik geloof niet dat Elias voor zijn werk het kan inschatten. Dat is natuurlijk moeilijk. In oktober 1942 de Duitse nederlaag heeft zien aankomen. En de situatie heeft zien aankomen waar hij een jaar of twee jaar later terechtkomen. Hij kende op dat moment zijn vijand al. Ja, namelijk de SS. Ja. Maar hij wist toch op dat ogenblik niet. Nou, hij kon het niet weten, meneer De Wever. Dat de Duitsers het gingen verliezen, vergeet niet nu waar zijn aanstelling of het feit dat hij het aanvaard heeft, is nog gekomen voor Stalingrad. Hè? En het is vooral Stalingrad nu waar dat de omwenteling heeft teweeggebracht. Dus op dat ogenblik durf ik zeggen dat er nog velen geloofden, hoor, en niet alleen bij de collaborateurs, dat de Duitsers het nog gingen halen. Hè? Ja, maar Elias moest toen ook weten, wanneer die erfenis van de Klerk overnam. De Klerk had al genoeg geklaagd bij militair verwaltingschef Reder over de concurrentie van de D-vlag enzovoort. Dat bij een overwinning van Duitsland het VNV niet aan de kant van de overwinnaars in Duitsland zou staan. Ik heb niet de indruk dat Elias een man is geweest die zich heeft opgeofferd, zoals men dat zegt, om de politieke leiding te nemen. Die indruk heb ik nooit gehad. Opgeofferd? Nee. Dan moeten er andere voorwaarden voldaan zijn. Trouwens, in de politiek zich opofferen, u weet dat dat niet zo dikwijls gebeurt. Hè. Men is blij genoeg om het zelf te doen. Men kan zich natuurlijk wel afvragen, heeft het van Elias niet veel meer moed gevraagd om te blijven waar hij was, heel die oorlog lang, dan bijvoorbeeld in 43 of in 44 te zeggen van kijk, wat mij betreft als leider van het VNV, ik geef de pijp aan Maarten en trek jullie plan. Meneer De Wever, mag ik hier even op antwoorden? Het zou, maar ik vind het nogmaals een psychologische onmogelijkheid. Het zou van een grote moed van Elias, van Mussert, van iedereen in die situatie getuigd hebben, wanneer men een 43, 44, oké, daar staan ik graag dan nog, gezegd zou hebben, heel openlijk, tegen zichzelf en tegen de volgelingen, mensen, ik heb mezelf bedrogen, we worden door de Duitsers bedrogen, we zijn helemaal bedrogen. Wij hebben ook niet willen zien vanaf het begin wat dit voor een bezetter was, wat dit voor een misdadig regime was. We moeten er helemaal radicaal mee uitgeven. Nogmaals, ik vind het een psychologische onmogelijkheid. Maar voor zover mogelijk, dan had ik dat moed gevonden. Ja, dan was hij een kruisganger. Dat zou echte moed geweest zijn. Die ik nu beslist niet in hem zie. Ja, maar pas op, er is toch nog een tussenweg. Hij persoonlijk had dat toch kunnen doen? Om weet ik welke reden. Gezondheidsreden of zoiets. Men kan altijd wel iets verzinnen om er persoonlijk tussenuit te krijgen. Dat vind ik niet erg moedig. Juist daarom. Hij is aangebleven tot het bittere einde. Hij heeft zijn verantwoordelijkheden gedragen nadien. En de tragedie is toch ook dat het VNV nooit met een eerlijke bondgenoot te maken heeft gehad. U weet, meneer De Wever, dat men aan een aantal intellectuelen, en er zal niemand wel aan twijfelen dat Elias een hoogstaande intellectueel was, dat het, mag ik het zeggen, het voorrecht van de intellectueel is dat hij geneigd is tot afwegen en tot twijfelen. Dat hij alle elementen veel zwaarder afweegt dan iemand die niet zo intellectuele bekommernissen heeft. Een ingenieur bijvoorbeeld. Maar dat is een eigenschap, denk ik niet. Maar dat is een eigenschap. Ik dacht dat de Klerk veel gemakkelijker tot een beslissing kwam. De Klerk is ook overgekomen als een veel radicaler man. En waarschijnlijk ook veel radicaler man dan, laten we zeggen, de gewezen parlementsleden in zijn beweging. Zoals ze daar waren. Ik geloof niet dat die zo radicaal optraden zoals de Klerk het gedaan heeft.
Maar ik denk dat Elias heel wat twijfels heeft gehad en heel wat aarzelingen heeft gekend. Maar inderdaad, ik ben akkoord met meneer In 't Veld, een bewijs van grote moed zou geweest zijn wat meneer In 't Veld daarnet heeft voorgesteld, wat Elias had kunnen doen. En hij had daardoor, dacht ik, daardoor nog heel wat van zijn volgelingen maar uit de ergste brand kunnen redden. Wat nu niet het geval is geweest, hè? Want zoals gij maar al te goed weet, er zijn vele kleintjes en die hebben zeer zwaar betaald. Hè? Ja, dus Elias als intellectueel twijfelaar, misschien zullen de kijkers daar wel misschien enigszins aan twijfelen als ze zich de archiefbeelden met de redenvoeringen van Elias weer in het geheugen roepen. Maar de naam Brands is hier net even gevallen. Toch nog even... Ja. Ik wou, er wordt zoveel gepraat over de rol van Elias, en Elias was ongetwijfeld de leider van het VNV, maar hij had toch nog rond zich een raad van leiding die toch ook betrokken was bij de zaak. Maar hij heeft ze nooit samen geweest onder Elias, nooit verhaal. Nooit samen geweest. Maar aan de andere kant, dokter De Jonge, de verantwoordelijkheid van Romzee en van Victor Leemans, Romzee en Leemans, die toch duidelijk... Ik kom op het woord van de raad van leiding. De raad van leiding heeft onder Elias nooit vergaderd. Nee, dat klopt. Die zijn nooit samen geweest. De algemene raad die vergaderd. Maar Elias is wel dikwijls te raden gegaan bij Romzee en Leemans. En de verantwoordelijkheid van de andere mensen binnen het VNV weegt zeker zo sterk door, vind ik. Heeft toch ook zijn rol. Uit de goede bron heb ik vernomen, en ik spreek dan van binnen de leiding van het VNV, dat het wel is... Romzee en Leemans zouden kunnen geweest zijn die uiteindelijk de doorslag gegeven hebben om toch maar door te gaan met de collaboratie. Juist omdat zij verantwoordelijk waren voor Elias. Al die kleine ondergeschikte besturen. Elias heeft ze geraadpleegd, dat is duidelijk. Hij heeft ze geraadpleegd. Vanzelfsprekend hadden die een grote rol daarin. Romzee had waarschijnlijk ook een grote kijk. Had waarschijnlijk ook een grote kijk op de toestand die zou ontstaan na een eventueel terugtrekking van het VNV. Bijvoorbeeld de collaboratiebewegingen D-vlag. En SS en dergelijke, die helemaal niet in staat zouden zijn om kaders en dergelijke op te vullen. Het zou gewoon een chaos zijn. Misschien ten voordele van het verzet, en wat weet ik allemaal, maar zeker niet van VNV en ook niet van de Duitsers. En ook niet ten voordele van de gewone bevolking, denk ik. Ook niet. Dus de rol van de mensen buiten Elias, maar ook in het VNV, in de top van het VNV, weegt toch ook wel door, denk ik. Ja, bijvoorbeeld na september 1944 is het duidelijk als die mensen die geëvacueerd of gevlucht zijn, naar gelang het geval, naar Duitsland, wanneer ze daar aangekomen zijn, ik geloof niet dat die mensen aan de basis, dat die veel alarm gemaakt hebben over het feit dat ze tenslotte werden opgeslort, niet meer door Elias, want het was gedaan met Elias, Elias heeft stopgezet. Dus logischerwijze werden ze opgeslort door de landsleiding, ja, maar de landsleiding was duidelijk niet VNV. Hè. Wel, die kleine mensen hebben daar geen grote bezwaar rond gemaakt. Dat is nogmaals het bewijs, niet waar, dat de kleine mensen zich veel beter met elkaar verstaan. Maar het is vooral de leidingen van die bewegingen die tegen elkaar het opgenomen hebben in de concurrentie. Er is toch ook heel wat gebakkeleid in de diverse gemeenten. En, ja, maar ik spreek van september 1944. Oh, ja. Heb jij daar problemen gezien bij de kleine mensen die daar geëvacueerd of gevlucht waren? Onder elkaar en zeggen, nee, ik doe niet mee, want ik ben VNV bij lang. Hij had een andere zorgen. Ja, maar dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het waren eigenlijk, geloof ik, op dat ogenblik de pure overlevingszorgen bijna. Nog eventjes VNV, het Spaanse intermezzo dat wij vanavond hebben gezien. Wie wil daarover iets zeggen? Wel, dat ik het verbazend vind dat terwijl voor de buitengemeente, als ik me zo mag uitdrukken, voor de buitenwereld, ik zal mijn oordeel hard uitspreken, dat terwijl voor de buitenwereld nog propaganda gemaakt wordt, politiek en zelfs paramilitair en militair, achter de rug om van die mensen die niks weten, besprekingen worden aangeknoopt met het oog op contacten met de Belgische regering. Ik weet wel, ik ben een buitenstaander in de politiek hier en mijn oordeel kan gemakkelijk zijn, maar ik moet u eerlijk bekennen, in de politiek is er veel mogelijk, dat weet ik wel. Maar er is ook een grens aan het fatsoen. Nou, dat is niet zo, zou ik zeggen, niet zo opvallend in het geval van Jan Brands, omdat ik dacht dat wij reeds onderstreept hadden, een ondertitel die ik mij nog herinner, een politiek met twee gezichten. En we hebben dat geïllustreerd aan de hand van het volgende voorval. Dat is toen Elias tegenover
het militair bestuur zo zwaar zijn beklag heeft gemaakt. Ja, over de positie van het VNV en over het feit dat het VNV geen enkele verovering kon boeken voor de volgelingen. Tegelijkertijd, niet waar, hij naar buitenuit gaat verdedigen, niet waar, de arbeidsinzet in Duitsland, wat in ons land het meest gehaat is geweest, geloof ik. Hè. Dat is die arbeidsopvordering voor Duitsland. Wel, dat gebeurt tegelijkertijd en hij is daar niet van gestorven, van die tegenstand, dacht ik. Hè. Wel, Brands blijkbaar ook niet, hè, want ik heb mij laten verleiden om te zeggen, niet waar, dat het iemand was die wist waar, wat hij moest doen. Hè. Dat hij heel handig geweest is. Hij is trouwens niet in de gevangenis geraakt, Jan Brands, maar heeft zijn hele verder leven dan kunnen doorbrengen. Die waren in bijzonder goede hotels en in de wereld rondreizen. Hij is een tijd in de gevangenis geweest, meneer de Spanjaard. Ja, dat komt enkele dagen, hè, dokter de Jong, dat weet ik ook. Enkele dagen. Maar niet meer. Maar hij is handig geweest, maar, hè. Dat ja, moet men zeggen. Kan me niemand kwalijk nemen, natuurlijk. Oh, nee. Maar mag ik uit dit gesprek afleiden dat eigenlijk niemand twijfelt aan de werkelijkheid van die poging? Nee, nee, want ik had een vraag voordat we tot waardeoordelen over Brands en over het VNV dan overgaan. Zou ik inderdaad willen weten wat er van dit verhaal is. Er zijn twee mogelijkheden. Brands heeft het vrijwel helemaal uit zijn duim gezogen, of wat plausibeler is, er is wel iets van waar, maar het heeft zich op een veel, laat ik zeggen, losser en lager niveau en met veel minder inhoud afgespeeld dan hij nu tracht ons wijs te maken. Ik geloof niet dat er wijs maken bij is, hoor, dokter in het veld. Nee, nee. Wijs mensen. Wanneer, ja? Ik bedoel, wanneer men zulke dingen, want ik heb toen ter tijd met MO ook niet de kans gehad om mij in voldoende mate te verweren. Maar u mag. U bent hier niet om u te verweren. Maar nee, om een reactie te geven, dat mag ik wel hier, hè, om een antwoord te geven. Op de vraag. En ik dacht dat iedereen die gelegenheid moet krijgen. Maar nu ga ik er wel van gebruik van maken, niet om terug te keren op de MO. Dat zullen we dan wel eens bij een andere gelegenheid doen. Maar u mag niet vergeten dat ook die mensen zich rekenschap geven wat het betekent om dat voor de televisie te zeggen. Hè. Jawel. Want dat is niet zomaar in één of blaadje van de vrienden, nietwaar? Nee, nee. Maar dat is, men weet vooraf dat het om honderdduizenden gaat. Hè. En dat ook televisieprogramma's bewaard worden. Hè. En dat die meer dan eens ook worden uitgeschreven. Ja, dat, men weet dat allemaal. Hè. En eer dat men dat gaat doen, gaat men toch eventjes nadenken. Nog niet langer dan eergisteren, meneer in het veld. Ben ik bij iemand geweest en die heeft zich daar wel rekenschap van gegeven. Hij was namelijk een Vlaming en we gaan er nog later op terugkeren bij de militairen. Hij was ook bij de Waffen-SS. En hij is wachter geweest op een van de wachttorens van het kamp van Dachau. Hè? Omdat men altijd zegt, de Vlamingen wisten daar werkelijk niets van. Dat is niet in waar. In meerderheid. Er zijn verschillende politieke gevangenen die Vlaamse bewakers hebben gehad en die dat weten. Dus laten we zeggen dat een minderheid dat wel wist in verband dus met de concentratiekamp. Ik geef toe, niet de meerderheid, maar toch een minderheid wist dat. Kleine minderheid. Wel nu, die heeft zich zeer goed, en ook dat hij samen is, samen met een Waffen-SS-divisie, een Vlaming dus, hè, in het Ardennen-offensief hier in België is gekomen. Ik heb vanzelfsprekend getracht om die te interviewen. Maar die man gaf zich rekenschap wat dat betekende, hè, want hij had gewezen ministers geraadpleegd. Die wist wat dat betekent, televisie. Hè? En toen ik er was, van 's morgens tot 12 uur, was het om 12 uur niets. Ah nee, niet voor televisie. Hè? In geen geval voor televisie. Men weet dat wel, hoor, als het voor televisie dat gevaarlijk kan worden. Er is ook een gradatie in wat die man gedaan heeft en wat Jan Brands gedaan heeft, denk ik. Ik wou eigenlijk heel de zaak eens proberen van de andere kant te bekijken. Wat mag de Belgische regering bezield hebben om eventueel contacten op te zoeken met het VNV? En welke was de volmacht van Baals? Maar het is duidelijk niet waar dat men ze uiteindelijk wandelen heeft gestuurd. Hè? Wel ja, dus vanwege is het dan ergens aan het lijntje houden of ergens aftasten van de zaak? Of wat is de bedoeling eigenlijk geweest? Ja, ik zou er graag dit over zeggen. Er bestaan van de kant van Brands een aantal documenten uit de periode zelf die hij bij had, geloof ik, toen Maurice de Wilde het interview deed, die hij bij gebrek aan tijd niet heeft getoond of niet heeft voorgelezen op televisie, maar die wel degelijk bestaan en die vrij uitvoerig verslag geven over zijn besprekingen met Grisaar. Dus ik geloof niet dat aan de geloofwaardigheid van wat Brands zegt, versie Brands, moet getwijfeld worden. Het is niet opgeklopt. Maar, ik zeg wel versie Brands, er is een versie Brands. Ja. Maar er is een andere kant, en dat is de vraag van meneer Sebrecht. De enige instantie die daarop antwoord kan geven is de staatsveiligheid, de diensten van de staatsveiligheid in Londen, de Belgische staatsveiligheid in Londen,
voor wie Grisard in Spanje een min of meer officieuze vertegenwoordiger was. En ik twijfel er dus niet aan dat de diensten van de staatsveiligheid op zijn minst op de hoogte waren van dat contact. De vraag is alleen, wat was de bedoeling? Wilde men inderdaad het VNV aftasten over mogelijkheden tot stopzetten van collaboratie? Of wilde men binnen het VNV nog eens meer verwarring zaaien dan er al was? Het moment situeert zich vrij laat in de bezetting, begin 1944. Maar de enige instantie die daarop antwoord kan geven, is een instantie die geen antwoorden geeft, dat is de staatsveiligheid. Ja, maar dan zou dus dat verwarring zaaien binnen het VNV, de enige die weet hadden van heel de zaak, dat zou dan Elias en Brans en Romsé, geloof ik, want met die drie hebben we het besproken. Dus ik vraag mij af in hoeverre dat er verwarring kan gezaaid worden. Ja, dat is bedoeld voor Londen, als die drie het uiteraard, als die drie het en Elias niet, dat is duidelijk. Ja. Ja, het is duidelijk dat ik geloof dat Elias en Romsé vertwijfeld waarschijnlijk als ze waren, eerlijk hebben geloofd in misschien een mogelijkheid tot clementie, want dat is waarschijnlijk een van de implicaties in hun houding geweest. Maar of die bedoeling tot clementie er was bij de Londenaars, is een andere vraag. Ja, daar zou dus de veiligheid van de staat ons moeten bescheid geven, zou ik zeggen. Hè. Maar men kan ook aan een gesloten deur blijven kloppen. Hè. Ik hoop dat ze kijken. Daar zitten nog dingen die wij graag zouden weten in de staatsveiligheid, maar die een doodsimpele burger eigenlijk niet kan bekomen. Hè. Dat is nu eenmaal de veiligheid van de staat. Hè. We stappen even van het VNV van Vlaanderen over naar de andere kant van de taalgrens, of wat nu de taalgrens is. Ik had zo de indruk in de drie uitzendingen waar het nu gaat, dat de optredens van de Grel een soort climax vonden. Ja. Met naar het einde toe zijn dromen over het kanselierschap van Bourgondië. Maar in het begin van de uitzending hebben we gezegd, ja, hij was toch de man die zag de SS zal aan de winnende hand zijn, en om politiek mee te spreken moet ik militair kunnen meespreken. Dus eigenlijk zo gek was hij toch ook niet, dokter de Jong? Nee, zeker niet. Maar de grote vraag is, en ik sluit aan bij het boek dat onlangs verschenen is van de Grel, de interviews, de Grel de Precise, of is het weer de Grel de Persiste Essigne. De grote vraag is, wat betekende de Grel, laat ons zeggen, bij het begin van het Ardennenoffensief? Het was toch een groot moment. Wat betekende de Grel toen voor Hitler? Want bij Hitler waren de verwachtingen hoog gespannen. Want in november, dus aan de vooravond van het begin, is er nog een uitlating van Hitler over het toekomstige lot van België. En eine Friedenslösung, dus ik denk bij het succes van het offensief komt er waarschijnlijk een beetje over gelijk, eine Friedenslösung, dus een vredesoplossing voor België zou zijn en de Rijsgau Vlaanderen, van de Wielen en de Rijsgau Wallonen, zonder gebied Brussel. En dan vraagt men zich af, wat is de Grel, wat is de plaats van de Grel op dat ogenblik? Wel, voor de plaats van de Grel is niets meer, in weerwil van al wat hij zegt in die interviews, nu, is niets meer dan Führer der Wallonische Volksgruppe. Niets meer, niet Führer der der Volksgruppe of Volksgruppenführer. Nee, hij is alleen dat en niet anders. Wat hij ook mogen gezegd hebben. Hij zag het natuurlijk anders. Ja, maar hij dat zegt was dat hij bijvoorbeeld in het heroverde gebied Belgisch, hè, alle militairen. Dus wij herhaal nog even, we zijn in het Ardennenoffensief, de winter 44-45. Dus einde december 44. Hij zegt dat hij politieke, administratieve, politionele bevoegdheid zou gekregen hebben in al de heroverde gebieden. Wat is nu het geval? Ik heb het stuk teruggevonden. Misschien kent u het ook. Het is een opdracht van Sepp Dietrich, opperbevelhebber van het 6e Panzerleger. Dat opereerde in de uiterste noordoostelijke grens van Luxemburg. En dat naar Luik moest doorstoten. Wel nu, die bevoegdheid van de Grel in dat gebied beperkt zich eenvoudig tot het noordoosten. Overigens was de opdracht van Sepp Dietrich overbodig, want dagen voordien had Himmler al bij speciaal bevel, zowel aan de Langemark als aan de Région Wallonie, de bevoegdheid gegeven in rukken, dus in de rug van de operationele troepen, de orde te bewaren. Dus al wat de Grel daarover zegt, al die waarborgen die zegt gekregen te hebben, dat hij Le Führer d'Occident zou wezen, dat is eenvoudig leugen en nutteloze leugen. Ik zou zeggen, zoals Poulet het onlangs geschreven heeft, des mensonges de magnificence.
Dokter De Jonge, wat u nu heeft uiteengezet, dat is juist, ik ben daarmee akkoord. Maar dat is dus eigenlijk de Duitse beslissing. De Duitse zienswijze. Ja, en duidelijk, de wat Duitse belet. Zienswijze bij het Ardennenoffensief, wanneer men dus toch wel denkt aan... Nee, maar van Duitse zijde was het al lang zo. Maar Roland, dan komt dat bloot. Was het al lang zo dat men ingedeeld had Gauw-Wallonië, Gauw-Vlaanderen en de Gauw-Wallonië zou voor de Grellen geweest zijn en Gauw-Vlaanderen van de Wien. Dat was al van vroeger al beslist. Ja, maar blijkbaar komt het, hoe merkwaardig het ook mogen klinken, na september 1944, wanneer België bevrijd is, duidelijker aan de oppervlakte dan het vroeger. Mag ik misschien, mijn uitleg is de volgende. Dat is de Duitse zienswijze, ik twijfel er hoegenaamd niet aan. Aan de andere kant is er de zienswijze van de Grellen. En hij gaat proberen. Dit wil zeggen, het feit dat hij hier in Wallonië is kunnen komen, terwijl dus vanwege de Vlaamse landsleiding men er niet geweest is, en ook geen manschappen heeft kunnen sturen, terwijl de Grellen toch omringd was door een aantal manschappen, dus militair bedoel ik, omringd was. Het is zeer duidelijk dat zijn bedoeling was om als eerste in Brussel te geraken. Ja, de premier aan Brussel heeft hij gezegd. Ja, de eerste om in Brussel te geraken. Om, want dat heeft hij nooit afstand van gedaan, dat is, hij wil de baas worden in heel België en heeft zich nooit neergelegd bij Gauw-Wallonië. Dat was zijn bedoeling. Nou, meneer De Jonge, als hij de... Pas op, er is kans geweest dat hij, zeer veel kans geweest, indien het offensief had geslaagd, dat hij inderdaad de eerste te Brussel waren geweest. Mag ik u toch laten opmerken dat in het geheel van de Belgen het inderdaad zo is, na het afsterven van Raymond Tollenaar, dat de Vlamingen eigenlijk geen echte politieke leider had die militair zich had opgedrongen. Nou, als ik u mag toch herinneren aan het feit dat bij de Duitsers Leon de Grelle geen onbekende was. Hè? Dat hij namelijk voorgekomen is op de kaft van Signaal. Ik spreek nu van het Duitse Signaal. En ook om das Reich in 42. Ja, dus duidelijk. En dat hij ook, vergeet toch niet zijn uitreiking, hè, van het Ritterkreuz, nietwaar? Dat hij dus in de Duitse Wochenschau, dat men dat aan het hele Duitse publiek getoond heeft, terwijl wij ook natuurlijk, hebben wij een paar die het Ridderkruis hebben behaald aan Vlaamse zijde, maar die heeft men nooit gezien in de Wochenschau. Wel de Grellen. Dit wil zeggen, de Grellen was een man die voor België in Duitsland bekend was. Maar meneer De Wilde, mag ik u dat even vragen? Gelooft u werkelijk, wanneer dat Ardennen-offensief veel verder was gegaan, wanneer de Grellen als eerste met militairen om hem heen in Brussel was geraakt, gelooft u dan werkelijk dat de Grelle de Duitsers, de SS voor fait accompli had kunnen plaatsen en zich tot leider van België uitroepen? Dat geloof ik natuurlijk het is toch niet. Nee. Ik heb enkel willen aanduiden. Maar het is toch, mag ik even dit afmaken? Het is toch heel duidelijk dat meneer De Jonge volkomen terecht zegt, het is van belang wat de Duitsers over de Grelle dachten, niet wat die man over zichzelf dacht. Hoe de Duitsers de Grelle zagen, dat is het enige doorslaggevende, lijkt mij. Meneer De Wilde, mag ik u nog even laten opmerken? U zegt, de Grelle is doorgedrongen met zijn mannen, een honderdtal, zijn politieke staf. Weet u tot waar? Tot Limmerlee. Tot Limmerlee, de eerste gemeente in het noordoosten. De 31 december en de 2 december is hij al vertrokken. Ja, goed, maar is er toch geweest in België? Ja. En de Vlamingen niet? Nee, de anderen zaten bij Keulen, in de buurt van tussen Keulen en Aken. Die waren weer zoals altijd zeer braaf. Nee, zij waren... Die luisterden naar de bevelen. Nee, het is niet zo. Bedoelt u dat de Grelle tijdens het Ardennenoffensief bevel gekregen? Bevelen overtreden heeft? De Grelle was een veel rappere man. Maak woord aan. Zij moesten zich, zowel de Lange Mark als de Région Wallonie, moesten onder de vorm van een kampgroepen, elk 2.000 à 3.000 man, ter beschikking stellen van de man die aan de noordelijke sector stond, dus Sepp Dietrich met zijn 6e pantserlee. En die moest doorstoten, niet naar Brussel, die moest doorstoten naar Luik en vandaan naar Antwerpen. En de groep die zou doorstoten naar Brussel, daar behoorde nog de Lange Mark bij, nog de Wallonie. Dus de Grelle is niet verder geraakt, want het offensief is toch gestopt na enkele dagen, is niet verder geraakt dan de eerste gemeente in het noordoosten van Luxemburg en Limmerlee. Maar in de provincie Luxemburg, hè? Ja, de provincie Luxemburg. Ja, maar hij is toch in België geweest en dan er niet, hè? Maar met de verbeelding en met de fantasie van de Grelle betekent dat natuurlijk dat hij een heel eind in België heeft afgelegd. Ja. Zo komen we aan het einde van dit gesprek, na de serie over politieke collaboratie. Er begint nu een
andere serie eigenlijk nog verder over collaboratie, maar die jeugdcollaboratie zal heten. Bedankt voor het laten kijken en tot dan.